We hebben zelfs onze omheining dit jaar en vorig jaar nog verbeterd. Dus alle veiligheidsvoorzieningen waren daar. De medische assistentie, alles was tip-top in orde. De mensen hebben gedaan wat ze konden. Maar het heeft helaas niet mogen baten. De verslagenheid is groot op de Helsold in Heusden-Zolder. De Speedway Club Helsold houdt haar jaarlijkse Team Speedway. In de vijfde heat van de teamwedstrijd starten de rijders. En zoals altijd komen ze heel kort bij elkaar. En Max Dilger, de rijder van het thuisteam, zit aan de binnenzijde. En Gregor Knap van Lelystad maakt eigenlijk een beweging naar binnen toe om proberen Dilger voor te zijn. En daarbij raken ze elkaar. Met als gevolg dat Knap eigenlijk over de motor, dat de motor omslaat, zeg maar. En hij wordt eigenlijk de omheining ingecatapulteerd. En zeer ongelukkig gaat hij met het hoofd vooruit de omheining in. Het urgentieteam heeft een half uur gepoogd de 34-jarige Pool te reanimeren. De man overleed ter plaatse.